Hallo lieverd en welkom bij deze allereerste gaming video van mij. Vandaag gaan we een spelletje spelen op de Nintendo Switch genaamd Dreamlight Valley. Het is een nieuw Disney spelletje als ik het goed vernomen heb. En ik ben kei excited om het te spelen. Ik moet wel even zeggen, ik ben al 2 dagen, eigenlijk nu 3 dagen ziek geweest. Dus ik zie er misschien niet zo heel erg fris uit als gewoonlijk. Maar ik had gewoon heel veel zin om te beginnen met deze game te spelen. Dus dan weten jullie dat ook. Oké, tijd om erin te vliegen. Oké, dus als eerste mogen we dus een avatar maken. Deze vind ik wel kind of leuk. Ready. Oh, dan mogen we die nog aanpassen. Dat is wel leuk. Ik vind het ook wel mooi. Oeh, eyeshadow. Ik wil iets roze. Ik zit in mijn roze bui vandaag. Niet echt, want ik heb een zwarte trui. Maar je snapt het, je snapt het. Oh, het is beter. Wenkbrauwen zijn heel erg belangrijk. Ik wil wel een andere kleur van wenkbrauwen. Deze vind ik wel mooi. Wenkbrauwen. Waar zitten we? Ja, hier. Nee, deze vind ik wel mooi. Ja. Ik wil er niet te veel tijd aan verspillen, want ik wil zo graag beginnen met de game. Welke neus gaan we nemen? Oeh, die is wel schattig, die neus. Of deze. Waarom draai je dit? Nee, we pakken deze. Ja. I like this nose. Lippen. Lippen vind ik in orde. De jaw. Ik hou van een strakke jawlijn. Ik denk deze. Wat denk jij? Deze of deze? Nee, ik zit in twijfel. Maar pak gewoon deze. Ik ga het simpel houden. Ik ga niet te lang aan dit avatartje zitten. De kleur. Oh, je kan van boven en van beneden een andere kleur hebben. Kunnen we iets grappigs doen? Oh, er verandert precies niet zoveel. Oh, oh, oh. Kijk, nu verandert er. Oeh. Welke kleur gaan we nemen voor het haar? Ik ben wel fan van een gekkere kleur. Deze vind ik wel leuk. Again, it's roze. I know. Ik vind het haar op zich in zo'n paarstijl vind ik wel mooi. Ja, helemaal goed. De body. Goed genoeg. Face paint. Nee, heb ik niet nodig. En facial hair heb ik ook niet nodig. Dus dan kunnen we even verder gaan. What's your name? Mijn naam is Imke. Dus dat staat er al. Handig. Ik ben echt fan van haar haar. Alleen haar outfit kan nog beter, maar dat konden we niet veranderen. Nu komt er een heel verhaaltje waarschijnlijk. Het jammer aan deze game is dat de settings in het Engels staan. En ik heb geprobeerd om het daar te veranderen naar het Nederlands, maar Nederlands zit niet in mijn keuzes. Dus dat is best wel jammer, om eerlijk te zijn. Ah, oh, hoe mooi! En een beetje eng. At the same time. Oh, het is Merlin. Die in slaap is gevallen. Oké. En daar verschijn ik. Mijn avatar toch in elk geval. Oh, dus nu kunnen we een gesprek hebben met Merlin. En ik kan opties kiezen. Om te zeggen, denk ik dan. I don't know. Are you real? Oké, dus momenteel hebben we even een gesprekje met Merlin.
over Dreamlight Valley en wat er is gebeurd. En Merlin is blij dat ik er ben. En hij vertelt ons dus dat ik, Imke, dus naar Dreamlight Valley ben gegaan door het dromen heen, als ik het goed heb. En dat ik dan waarschijnlijk magie heb, aangezien ik door die dromen heen tot Dreamlight Valley ben geraakt. Dus Merlin vertelt mij dat hij degene is die gewacht heeft op mij. Eigenlijk heeft hij gewacht op een saver om Dreamlight Valley te saven en de forgetting te stoppen. Ik weet nog niet wat de forgetting betekent, maar daar zullen we later op komen, denk ik. Dus dan krijgen we een hele dingen van hoe Dreamlight Valley er in het begin uitzag. En waarschijnlijk is het de bedoeling dat we dat terug in orde moeten maken. Ah, en nu is een heel sad story hoe Dreamlight Valley er nu uitziet. Overal zijn van die dorens en de Disney-characters zien er vrij triestig uit, spijtig genoeg. Dus hij zoekt dus iemand die hen kan helpen om de valley terug te restoren. Daar weet ik het Nederlandse woord niet voor. Wat is restoren? Ik weet het niet, maar je snapt hem wel, denk ik. Dus Merlin wil nu mijn magie testen. Ik wist niet dat ik magie had, maar oké. Oké, dus we moeten bewegen met de Joy-Cons op dat ding. En op A klikken om die dorens weg te doen, denk ik. En hij wou dat ik die dorens hier weghaalde. Er is blijkbaar een ruler ook vermist. Dus iemand met een greater power. Dus met magie. Oké, dus nu mogen we een magische spreuk kiezen om zo de dorens weg te halen, denk ik. En ik vind Bibbidi Babbidi Boo wel een leuke, dus die gaan we kiezen. Oh, kijk hoe cool! Daar zijn de dorens weggehaald. You've done it, bravo! Merlin is echt heel erg blij dat ik de power possess om de dorens weg te halen. Go inside the house. Oké, op A en dan enter het huisje. Oh, het ziet er heel erg vervallen uit momenteel. Waarschijnlijk zal dit mijn huisje worden en ik ga dat moeten opknappen waarschijnlijk. Zelf indoors zijn de dorens gekomen. En Merlin is alweer vergeten waarom we binnen zijn gegaan. Waarschijnlijk zal dat door die dorens komen dan. Aangezien zij die de forgetting noemen, dacht ik. Ja, dan zegt Merlin dus dat omdat er zoveel zijn, dat het geheugen aantast of zoiets. Dus we gaan even die dingen weghalen. Oké. Dat is nog niet zo moeilijk. Hier is een bol. Oh, ik sta in de bol. Oh, nu ga ik zitten. Is dat de bedoeling? Nee, dat is niet de bedoeling. Ga uit de zetel, alsjeblieft. Pick it up. Oh, mooi. Oké, een plaatje hebben we gekregen. Of het is een memory. En ik heb één memory van de 121. Dus daar gaan we nog even zoet mee zijn, denk ik. Oké, dus nu kunnen we terug met Merlin praten, als hij blijft staan tenminste. De Glowing Orb. Zo is dat ding dus. Dat is hoe het ding noemt. En het is een memory. Oké, dus blijkbaar is er iets in het Dream Castle dat we moeten gaan zoeken. Dus dat gaan we maar even zoeken. The royal tools were lost. Dus materialen waren verdwenen. En die liggen waarschijnlijk overal in de valley. We gaan de valley helpen. Merlin is natuurlijk heel erg blij dat ik de valley wil helpen. Oké, dus we moeten de pickaxe, of hoe noemt je dat in het Nederlands? Een pikawel, denk ik, vinden.
Dus Merlin vraagt nu of ik bij hun wil blijven. En of course, want dat is heel de doel van de game. Dus we gaan natuurlijk in Dreamlight Valley even blijven. Kijk, ik had het al gezegd. Dit is dus mijn huisje, zegt Merlin. Allee, dit is het huisje waar ik mag hebben. Het ziet er nog niet echt fantastisch uit. Maar ja, we maken er wel iets van. Hoop ik. Oh, ik krijg iets van Merlin. Quest log. We gaan hier naar buiten gaan. Oké. Dit ziet er heftig uit. Met al die dorens. Nu is het eindelijk tijd voor ons om rond te wandelen. Oh, en ik zie daar de castle staan. Misschien kunnen we deze al removen. Oh, en daar komt iets uit. Een muntje. Oeh, 10. Die gaan van pas komen. Remove. Ah, nog muntjes. Had Merlin nu niet gevraagd om naar het kasteel te gaan? Ik denk het wel. Oh. Oké, we gaan terug met Merlin praten. Hallo. Dit is dus het Dream Castle. Maar hij weet weer niet wat er inside is. Dus we kunnen niet in het Dreamlight Castle, omdat die dorens dus er helemaal over zitten. En die power hebben we blijkbaar nog niet om dat weg te halen. Zien nu dat wij hem volgen of... Ik weet het niet. Oké, ik denk het wel. Waarom zie ik niks? Ah. Oké, dus ik heb een paar van die tools die ik moet vinden. En ik moet Dreamlight verzamelen of zo. Wat moeten we nu doen? Oh, ik zie iemand staan. Ik zie iemand staan, jongens. Ah, ik heb een muntje. Ondertussen remove ik. Oeh, allemaal muntjes. Oeh. Waar is die andere? Die kan ik wel gebruiken waarschijnlijk binnenkort. Oh, waar is die nu naartoe? Ah, die andere zijn weg gewoon. Oké, dan gaan we gewoon praten met deze leuke. Oh, ik kan er niet mee praten. Of wel? Waarom kan ik niet met hem praten? Maar ik snap niet waarom ik niet met hem... Aha, nu kan ik wel met hem praten. Good day, dear. Mr. Buck! I'm here to help. Oh, die dingen noemen we dus Nighthorns. Kunnen we die in de map zoeken? Oké, nee. Goofy is hier dus niet. Oh, ik zie Mickey Mouse. Maar misschien moeten we eerst op zoek gaan naar hoe ik door dit gedeelte kan geraken. Want langs daar ken ik ook niet. En langs daar ook niet. Maar Merlin had iets over die pickhuil. Dus misschien moet ik dat ding eerst vinden. Maar waar vind ik dat? Ik zie een schip. Maar dat is niet mijn pickhuil die ik nodig heb. En die schip die ligt gewoon rond mij. Het is een magische schub. Oké, dus ik kan nu schuppen. Maar ik wil niet schuppen. Ik wil een ding hebben om door die stenen te gaan. Dus hoe raak ik bij dat pikawil ding? Merlin kan mij dat waarschijnlijk niet vertellen. Gaat hij hier ergens zijn? Hij kan toch niet ver zijn van mijn huis? Al die stomme dingen. Ik weet niet waar mijn pickhuil is. Waarom staat hier een schatkist? Wat zit er in die schatkist? Open it for me, Sesame. Een muntje. Heel leuk. Oh, heel veel muntjes. Dat is wel fijn. Ik weet niet waar ik moet zoeken naar dat pickhuil ding. En ik wil Goofy vinden. Dat gaat echt een klus worden als ik die allemaal één voor één weg moet gaan halen. Oh, ik heb hem! Oh my god! Ik heb hem gevonden. Pick up!
En nu? Oh, kijk hoe cool! Tadaa! Oh, het licht heel mooi. Voor mij net dingen van Merlin Arthur. Die dat ding eruit kan halen, het zwaard is dat. Oh, kijk hoe mooi! Merlin denkt, wat is er aan het gebeuren? Oké, dus daarmee kunnen we stenen weghalen. Oh, en ineens is het licht geworden. Hier, zo, in Dreamlight Valley. Oké, dus dan kunnen we naar hier naar beneden gaan, normaal gezien. Als ik weet hoe het moet. We zullen beginnen met het zoeken naar zijn stal. Oké, en Goofy is ineens weg. Zijn huisje is wel echt heel mooi. Ik wou dat mijn huis er ook zo uitzag. Voor mij is het veel creepier. Als je naar mijn huisje kijkt, dan is dat echt een horror gegeven. En van Goofy is echt cute en schattig. Ik wou net zeggen, zouden we niet wisselen met Goofy zijn huisje? Maar nee, Goofy mag het huis houden hoor. Oké, Goofy is naar daar gegaan. Misschien moeten we dit even removen. Oké. Oh, waarom is er een orb uitgekomen? En nu is die orb weg. Ah. Wacht, ik wil die orb eerst. Ik wil... Goofy is dat in de weg. Oh, kijk, een orb. Dat gaat terug een memory zijn. Wow. Geen idee wat dit voor een memory is, maar oké. Nu kunnen we met Goofy gaan praten. Ik weet niet wat we hiermee moeten doen. Unlock. Aha. Hij is Mr. Duck. Let's fix the stall. Oh, zijn muntjes vielen bijna van zijn voet af. Oh, wat een verandering. Ah, hoe cute. Dat is wel leuk. We moeten met Goofy terug gaan praten. Dus nu moeten we zijn vislijn gaan zoeken. Ik heb nog een task en dat is dat ik met Scooger McDuck moet gaan praten. Dus ik denk dat hij aan de winkel gaat staan. Ja hoor. Oh, ik ben echt niet goed in de rechte lijn lopen. Ik ga dit ook even removen. Oh, nog een muntje. Dat is altijd handig. Dus hij is blij dat ik Goofy terug in business heb gezet. Oké, dus we moeten heel veel muntjes verzamelen. Ik denk niet dat dat zo snel gaat zijn. Misschien met deze dingen wat te removen. Dat gaat echt lang duren, want ik heb 1000 muntjes nodig. En we zitten nu aan 269. Als ik dat allemaal moet gaan removen, ga ik echt zo lang bezig zijn. Maar oké, Goofy had onze hulp ook nog nodig. Dus, ah ja, maar ik moest een fishing rod vinden. Maar waar de hel ga ik een fishing rod vinden? Misschien moet je hier even rondwandelen. Wie weet vind ik wel iets shiny. Ah, misschien moet ik deze kist ook even open doen. Al die spullen er rond even openen. Open sesame! En daar komt uit, ik weet niet wat, een zakje. En kunnen we dat zakje open doen? Dan kunnen we kijken wat erin zit. Oh, ik heb ook nog een kist in mijn inventory. Maar ik wil eerst het zakje zien. Use it. Classic blender. Oh ja, want ik ben momenteel heel erg veel met de blender. Maar oké. Ik heb hier nog een kist in zitten. Dus die openen we even. En daar zit een stoel in. Oké. Oh, en appels en koekjes. Daar ben ik misschien nog wel iets mee. Maar dus, Goofy Fishing Rod. Ik heb hier iets opgeraapt, maar ik wil nog niet te veel oprapen. Want zometeen zit mijn inventory vol en dat wil ik nu ook weer niet. Want dan moet ik dingen droppen waarschijnlijk. En oh, er is een heel strand ook. Ik zie daar precies ook nog een karakter. Huh, ik zie het niet hoe. Ik zie daar iemand staan, denk ik. Maar ik weet niet wie dat is. Het is te ver. Oh, hier is ook nog heel wat. Dit wil ik oprapen. Het lukt.
De Joy-Cons zijn zeer gevoelig, heb ik al gemerkt. Oh, het is toch zo'n papiertje waar ik niks mee ben, op het moment toch. Ik zie een muntje en ik zie een schatkist. Dus ik wil eerst die schatkist openen. Ondertussen zien we Goofy daar rond wandelen. Oh, het is weer zo'n zakje. Remove dit ding. Goofy's fishing rod. Waar gaan we die fishing rod vinden? Oh, kan ik hier naar beneden? Oh nee, daar zit ook weer van die night dorms. De fishing rod van Goofy. Oh, ik zie hier iets liggen. Is hem het? Ik denk het wel. Was het dat niet? Wacht. Waar is die Goofy? Ik denk... staat het niet in de dingen? Ja, kijk. Een broken fishing rod. Waar is Goofy? Daar stond hij daar net ergens. En nu is hij weer weg. Waar ben je, Goofy? Oh, misschien kunnen we hem op de map gaan zoeken. De map. Oh, Goofy is daar. Hier. Kan ik dat aanklikken? Oké. Ik heb een lijntje. Oh, nu moet ik naar daar. Remove this, want ik ga hier niet door. Oh, muntjes, dus dat is handig. Waar is hij? Oh. Huh? Kan ik hier niet rond? Ah, daar is hij. Ik zie hem, ik zie hem. Oké. Oh, nu kunnen we de fishing rod geven. Dus ik zeg tegen Goofy dat hij gebroken is. En hij gaat het fixen, zegt hij. Oh, Goofy heeft mij gewoon die vislijn ding gegeven. En een vishoedje. Dat is best fijn. Zo kan ik lekker gaan vissen samen met Goofy, denk ik. It's so stylish, het hoedje. Oh, kijk! Ik denk dat dit ook een van de magical objects zijn die ik moest zoeken. Oké, dus hiermee kan ik dus geen vissen. Follow Goofy to a fishing spot. Oké, dus dan... Oh, daar staat Goofy. Gaan we hem volgen en misschien legt hij wel uit hoe we moeten gaan vissen. Oh, oké. Dit ziet er nog vrij gemakkelijk uit. Oh, waarom gaat Goofy nu lopen? Goofy, I need you. Waarom is hij in die vechtpositie? How do I fish? Oh, oké. Ik denk dat ik maar gewoon eens ga vissen. Dit moet zo. Oh, waarom doet hij het niet? Dit is een vislijn, oké. Dus op ei moest ik duwen of zo. Oh, dat is veel te ver. Ik was aan het aimen voor het ronde dingetje, maar oké. Op A duwen. Nog eens op A duwen. En ik heb seaweed gevangen. Het is nu niet de grootste vis, maar oké. Misschien kunnen we het nog eens proberen. Oh, ik ben moe. Denk ik. Ah, nee, ik kan nog wel even doorgaan. Of niet? Heb ik eten in mijn rugzak zitten? Oh, dat was niet de bedoeling. Als ik een appel eet, is het dan beter? Oh ja, kijk eens. Kunnen we nog eens proberen om te vissen? Oh, dat was ook weer te ver, maar oké. Dus dit zijn in elk geval nu wel dichter erbij dan de vorige keer. En ik heb een vis gevangen! Oh my god! Dat is toch beter dan die seaweed. Oké, dus nu kan ik waarschijnlijk terug met Goofy praten. Er staat zo'n dingetje boven zijn hoofd. Nice catch! Dankjewel, Goofy! Anything to help my friend. Want Goofy is echt wel mijn friend. Oh, Goofy geeft mij een paar spullen. Dat is wel lief. Thanks, Goofy. Ik zag ook dat Mickey Mouse in zijn huisje zat. Dus misschien moeten we even Mickey Mouse gaan zoeken. Enter. Nu loop ik daar zo met die fishing ding. Oh, kijk, daar is Mickey Mouse. Do you need any help? Dus hij is ook wel een heel deel vergeten. Waarschijnlijk omdat er weer die night thorns in de huisje zitten. Oké, dus ik zal die dingen maar even weghalen.
Zodat hij zich misschien herinnert wat. Oh, ik zie hier een orb. Dat gaat de memory zijn waarschijnlijk. Oh kijk, we hebben hier allemaal zien, joh. Mickey Mouse met Ratatouille, met het dingetje Ellie of zo, als ik me niet vergis, van Wally. Het beest van Belle en het beest en... Oh, ik weet haar naam niet meer. Van die nieuwe film. Allee, nieuw is ze niet meer. Maar zo dat meisje met de snoepjes in haar haar. Ik ben slecht in namen, jongens. Dus sorry als ik iets verkeerd zeg. Oké, let's talk to Mickey again. Hot dog, zegt hij. Oh, hij heeft alle recipes van Remy blijkbaar verstopt. Oké, dus we moeten zijn recepten gaan zoeken, denk ik. Hier zit iets. Oh, kijk, er komt een boek tevoorschijn. En waar is het nu? Het boek is ineens weg. Oh, ik zie een kist staan. Ik wil die kist hebben. Openen. Op een sesame. En wat komt eruit? Een zakje. Ik zal deze ook nog weer doen. Daar in de hoek is ook nog iets aan het glinsteren. Check it out. Ah, hoe dat Mickey loopt. Echt schattig. Oh, weer zo'n orb. Maar er zit een puzzelstuk in. Dus ik denk dat het weer zo'n ding is waar je niet veel, ja, waar je niet veel in kunt zien. Dus we moeten de locatie vinden. Ik denk dat ik die al gezien had. Die locatie. Oké, dan gaan we naar die locatie toe. Ondertussen loop ik nog altijd met die hengel. Maar oké, ja. Misschien moet ik even wegdoen. Daar ergens gaat dat staan. Oh, Goofy zie ik ook al. Oh, Merlin wil praten, denk ik. Dus hij is blij dat ik de Pika-wheel heb gevonden. Oké, dus maar dit is de plek waar Mickey Mouse daarnet dat ding had. Oh, misschien moeten we hier even graven. Ik had een schub, hè? Ja, ik heb een schub. Dan zullen we even mee graven. Ja, misschien vind ik hier wel wat Mickey mij gevraagd had. Wat komt eruit? Stenen. Maar ik wil die dingen niet. Ik wil niet te veel in mijn inventory hebben. Wat komt daaruit? Nog stenen. Wat gaat hieruit komen? Rarara. Oh, ik moet weer eten. We gaan weer een appel naar binnen spelen. Eat it. Kunnen we dat niet wat ik met zeewier zou moeten doen, maar oké. Ja, daar komt weer zo'n ding uit. Maar dat komt dan hierin te staan. Oh, ik heb ook die zakjes nog. Ik ga even die zakjes opdoen. Een rode broek. En dan hebben we hier nog zo'n zakje. Oh my god, hoe cute is die, die rugzak wel niet. Ik wil die ook hebben in het echt. De boek kan ik ook gebruiken. Oh, een lelijke lantaarnpaal staat in de weg. Oeh. We hebben meals. Oké. Maar er was nog zo'n ding. Dus we moeten nog zo'n boek even opdoen. Oké. Dit was dan de allereerste gaming video. En ik weet, de setting is nog niet optimaal. Maar wie weet komt daar wel verandering in als ik er nog een paar maak. En als er wat meer views zijn en likes op deze video's, kan ik altijd eens kijken wat ik kan veranderen qua setting. Zodat de video's nog beter zouden kunnen zijn. Maar voorlopig was dit dus de allereerste gaming video van Dreamlight Valley. En hopelijk zie ik je volgende keer weer terug. Oké, bye!